Femke Verschuren, wat een verrassing. Je hebt afgelopen week een single uitgebracht. Die had ik niet zien aankomen. Ja, inderdaad. Het is heel spannend geweest. Maar hij is er, hè, de single. Wat voor nummer is het? Het nummer heet Hoe ken jij mij? Het is een traag nummer, kan ik niet echt zeggen. Maar het is ook niet super up-tempo of zo. Het is een nummer, het gaat over vooroordelen. Omdat iedereen dat wel meemaakt in zijn leven, denk ik. Er worden dingen gezegd over u die dat je niet wilt dat er gezegd worden. En je zou heel graag willen dat de mensen kijken naar u en dat ze u echt leren kennen. En daar gaat het een beetje over de pijn die vooroordelen kunnen veroorzaken. Ja. En hallo, zie me staan, ik ben hier. Hoe autobiografisch is het nummer? Ik denk dat al mijn nummers wel een beetje autobiografisch zijn. Er zit sowieso een stukje van mezelf in. Ik heb dat geschreven toen ik 16 was. Dat is ook een leeftijd dat je op de middelbare school zit, dat er heel veel wordt gepraat. Je bent jong, je gaat voor de eerste keer uit. En allee, dat zijn heel veel dingen in je leven die dat gebeuren, waar dat je zo wel ja, over begint te schrijven dan, denk ik. En waar dat er dan ook, ja, tuurlijk ben ik toen en daarvoor en nu nog steeds in contact gekomen met vooroordelen en met dingen die mensen over mij zeggen, die ik liever niet zou willen dat er gezegd wordt. En ja, dat is natuurlijk een beetje autobiografisch. Ik denk dat dat voor iedereen ook wel een beetje autobiografisch kan zijn, het nummer. Ja, wat waren die vooroordelen dan over jou? Ja. Wat waren die vooroordelen? Ik denk dat dat zo een beetje... Ja, je hebt natuurlijk meegedaan. Ik heb toen ik 11 jaar was aan meegedaan aan Junior Eurosong. Dat is natuurlijk iets heel groot. En ik ben super trots dat ik dat heb willen doen. Alleen mogen doen. Dat ik dat heb gedaan in mijn leven. Maar natuurlijk, ja, word je dan misschien soms beschreven als zijnde iemand die een beetje arrogant kan overkomen of zo. Zoals ik in het liedje ook zeg. Hè. Van irritant tot arrogant, van lelijk tot slecht. Allee, er zijn van alle dingen die gezegd worden. Maar dat doet wel een beetje pijn, omdat dat natuurlijk iets is wat ik absoluut niet wil zijn. En ik zou helemaal niet zo graag zo overkomen. En meestal mijn vrienden zeggen ook dan wel van, ja, maar als ik u echt leerde kennen, dan heb ik wel door dat dat niet zo was. Maar natuurlijk, als je zo ja, op jonge leeftijd al zoiets doet als Junior Eurosong, denk ik misschien dat dat wel... Ja, dat die kans erin zit, dat mensen dat gaan zeggen over u. En dat is helaas zo, maar dat heeft wel pijn gedaan toen. En dat zou nu nog steeds pijn doen als mensen dat zeggen over mij. Maar je bent er nu wel over met wat er vijf jaar geleden gezegd is, bijvoorbeeld op school. Het is geen trauma. Ja, tuurlijk. Dat is ook... Dat is iets wat je natuurlijk ook groter maakt in je hoofd. Hè. Je weet dat er mensen praten en dat gaat altijd zo zijn. Maar dan komt dat eens ter oren van u, of dan hoort dat via en dan doet dat altijd nog extra veel. En hoewel dat misschien gezegd werd als mopje, of misschien werd dat helemaal niet zo groot verwoord, je maakt dat nu zelf een beetje groter en dat doet dan wel pijn. Ja. Maar op zich, van toen ben ik daar allemaal wel over, tuurlijk. Dat is geen pijn die dat er nu nog elke dag is of zo. Hè. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets waar dat ik heb kunnen over schrijven. En als ik het nummer hoor, dan ben ik ook gewoon wel blij dat ik erover geschreven heb. Ja, maar dat is ook opvallend. Het zit in een tv-reeks, Elisa. En je hebt dat nummer zelf geschreven, maar het nummer is al even dus oud, om het zo maar te zeggen. Het is niet geschreven voor de reeks op zich. Nee. Het is eigenlijk heel straf. Dus ik had wat nummers doorgestuurd. Toen ze zeiden van, hey Femke, we zouden graag hebben dat jij misschien een nummer van jezelf brengt. Ik was helemaal in de 8000ste hemel, als die er is. Ik was super blij. En ik heb meteen nummers doorgestuurd en met er wat uitleg bij en zo. En toen hebben ze dan dat nummer eruit gekozen. En nu ik het op tv zag en hoe het in beeld is gebracht, ook met Lisa die dan naar haar Jonas kijkt, ik vond het gewoon wel passen of zo. Omdat in zo'n telenovelle, daar gebeurt natuurlijk heel veel dramatisch en heel veel... heel veel gebeurt daar, maar ik denk dat er niemand ziet elkaar zoals ze echt zijn of zo. Allee, ik denk dat dat op elk personage ook wel van toepassing is. En dat is nog wel schoon. Allee, gewoon zo bijvoorbeeld dan het marketingbureau, hè, die Mark en Doreen, die de schijn hoog willen houden dat ze nog samen zijn, dat ze een goeie koppel zijn, omdat ze daar dan toch aan het hoofd staan van dat bureau. Dat is ook niet u tonen hoe dat je echt bent. En dat is ja, natuurlijk wel iets
dat erbij past. En dat vond ik eigenlijk ook heel, heel straf, dat dat nummer dan toen eigenlijk is geschreven, 5 jaar geleden, en dat dat nu dan past. Dan wil ik heel graag geloven dat dat geen toeval is en dat dat zo moest zijn of zo. En dat zou ik, allez, dat vind ik heel tof om te geloven. Een nummer van jou in Lisa, is dat eenmalig of mogen we nog iets verwachten in het seizoen? Momenteel is het eenmalig. Ik heb de volgende blokken nog niet gelezen. Ik ga wel nog andere dingen doen, zoals dansen bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal voor later en dat zien we dan nog wel. Maar momenteel ga ik niet meer zingen. Dat blijft bij deze ene keer. Ja. En wat gaat er rond jouw personage Zoe allemaal gebeuren? Ik kan daar natuurlijk nog niet veel over zeggen. Ik weet wel, ze zingt het liedje in het excuus voor Lars. Dus wie weet zijn daar toch wel een beetje liefdesperikelen die ervan kunnen komen. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar het is een telenovelle en het blijft een telenovelle. Natuurlijk moet er wel romantiek aan te pas komen. Ja. Hoeveel van Zoe zit er in Femke en omgekeerd? Wel wat hoor. Ja, er zijn sowieso wel gelijkenissen. Ze is wel echt heel ad rem. Ik ben zelf een heel open persoon. Maar ik denk dat die Zoe toch nog er meer voor gaat of zo. Allee, ik ben de eerste keer dat ik ergens terechtkom, bijvoorbeeld ook op set bij Lisa, ben ik wel altijd zo wat afwachtend en een beetje verlegen. En vanaf dat ik mij op mijn gemak voel, durf ik ook wel ad rem te zijn en durf ik ook wel gewoon te zeggen wat ik denk. Maar Zoe is daar toch nog heftiger in of zo. Ik vind ze zelf ook een beetje mysterieus dan langs de andere kant. Wat ik denk ik misschien zelf minder ben. Ik zeg, ik ben nog wel vrij hard een open boek. Maar er zijn sowieso gelijkenissen. En het feit dat ze ook bezig is met zang en zo, dat is iets wat wel een heel leuke gelijkenis is. Femke, jij bent bezig met zingen, met acteren en met studeren. En wie weet wat nog allemaal. Hoe combineer jij dat in hemelsnaam? Ja, goede vraag. Ik combineer dat omdat ik het vooral allemaal super leuk vind om te doen. Ik vind dat diploma halen, ik vind dat super belangrijk. Ik weet wel dat als ik zou mogen kiezen, wat we helaas niet kunnen, maar dan zou ik wel kiezen voor nog wat meer te kunnen acteren en nog wat meer te kunnen zingen in mijn leven. Dat eerder dan iets te doen met de wiskunde die ik studeer. Maar langs de andere kant vind ik die wiskunde ook wel super interessant. En dat intrigeert mij en ik ben heel blij dat ik dat diploma wel ga halen. En als het dan toch niet lukt in het acteren of het zingen, dan ben ik ook gewoon wel blij dat ik dat diploma heb gehaald. Dus het is wel een soort van... Ik denk dat Lisa mij zeker nu in die coronaperiode heel hard heeft geholpen om die studies wel goed te blijven doorzetten. Omdat ik gewoon... Ja, dat is een soort van boost. Ik word uitgedaagd of zo. Ik ben zelf ook heel competitief en een beetje een perfectionist. En ik daag mezelf uit van, gaat dat kunnen? Ja, je gaat dat kunnen. Zo, op die manier probeer ik mezelf een beetje mijn grenzen te verleggen en dat proberen te combineren. Ik ben wel heel moe geweest na januari bijvoorbeeld, want dat was dan zo het toppunt van combinatie. Omdat we dan die single enerzijds een beetje aan het voorbereiden waren nog. Ik had 7 opnamedagen, 7 examendagen, dus dat was wel echt een pittige maand. En dat heb ik daarna dan ook wel gevoeld. Begin februari was ik wel echt, oké, even tot rust komen. Maar dan achteraf geeft dat ook weer een boost of zo. Omdat die januari dan wel goed is verlopen, is dat dan alweer een boost om van, kom, het tweede semester, we gaan datzelfde doen. We gaan dat goed aanpakken. Dus op die manier, denk ik. Ja, en zit jij in jouw laatste jaar nu op school? In mijn laatste bachelorjaar wel, maar ik moet eigenlijk nog 2 jaar master doen hierna om dan nog om iets te kunnen doen eigenlijk met dat diploma. Ja. En wat wil je daar later mee doen? Moeilijk, hè. Ik wil actrice worden. wat zou ik daar wel mee doen, dat weet ik nog niet. Ik weet dat ik misschien in het onderzoek zou willen gaan, enerzijds. Hè. Omdat er nog heel veel moet ontdekt worden en dat vind ik super interessant. Anderzijds zou ik ook wel graag les willen geven eigenlijk. Die kennis doorgeven, misschien in het middelbaar, als dat zou kunnen, zelf in een hogeschool of in het UNIF. Dat zou ik wel heel tof vinden, want dat vind ik gewoon ook wel heel belangrijk. Mijn docenten in het middelbaar hebben wel ermee voor gezorgd dat ik wiskunde ben gaan studeren. Dus dat is wel belangrijk. Ik zag in jou een lerares, eerlijk gezegd, ja.
zegt, ja. Ja, dus dat zou er nog wel van kunnen komen. Ja. Dat zou ik sowieso wel tof vinden.